Nou, dit vind ik een mooi plekje op de dijk bij Kekerdom. Omdat dit de locatie is waar het oude dorp met name vroeger lag. De huizen lagen hier langs de dijk. En de generatie van toen, uit de jaren 40, die heeft hier de oorlog meegemaakt. En dan probeer ik me voor te stellen hoe die huizen hier langs de dijk stonden en hoe de granaten hier over en weer door het dorp vlogen. Deze 34 senioren van Kekerdom die de oorlog nog hebben meegemaakt, hebben die verhalen allemaal aan ons verteld. En die verhalen zijn nu opgetekend in dit toch wel heel bijzondere boek. De herinneringen uit de oorlogstijd, de evacuatie die ze meegemaakt hebben destijds. Bijna driekwart jaar zijn ze uit het dorp verbannen. Hebben toen in de Achterhoek en in Noord-Nederland, met name in Groningen, doorgebracht. En toen ze terugkwamen, lagen hun huizen deels in puin. Het was een geweldige rotzooi. Alles had onder water gestaan. En dat is nu allemaal voor de eerste keer opgetekend. En het geeft een heel goed beeld van wat Kekerdom in de oorlog heeft doorstaan. Ongelooflijk mooie portretfoto's van de mensen die die tijd nog als kind hebben meegemaakt. Ware kunstwerken en heel veel oude foto's uit die oorlogsperiode. Zo zit ik hier op een plek, niet ver van het huis wat hier vroeger stond, waar bijvoorbeeld twee jongens na de oorlog een granaat aan het demonteren waren, wat helemaal fout liep en waarbij die twee jongens om het leven gekomen zijn. En dat is ongeveer deze foto die op de voorkant van het boek staat. Dat is ongeveer een meter of 50 van deze locatie is dat gebeurd. Nou, dit boek, dat leest soms als spannend verhaal, soms als een heel ontroerend verhaal. Vooral voor mensen van die generatie is dat met name ook in deze tijd, nu iedereen geïsoleerd in huis zit, roept dat heel veel herinneringen op. En mensen vinden het fantastisch om die oude herinneringen nog eens weer te lezen. Dus voor de generatie van onze opa's en oma's is dit een ontzettend waardevol cadeau. Dus mocht je in deze tijd iets willen geven aan je vader, moeder of aan je opa en oma, denk dan aan dit boek. En het boek is verkrijgbaar in de Primera in Millingen en Beek en in de Spar in Ooij en Leuth. En als u meer informatie wil over dit boek, dan kunt u dat vinden op de Facebookpagina Kekerdom in Bange Dagen. Of u kunt een e-mail sturen naar kekerdominbangedagen@gmail.com.